Ah, wel, Front of Fortuga echt niet. Hè. Dat is net voor. Allee, bij mij zat er wel wat voor. Maar ik wel een beetje in de zin dat ik wel zeer lang fan ben geweest van Nine Inch Nails. En daar hoorde dan wel ook weer de rechtstreekse invloed van Front of Fortuga in. Dus in die manier wel wijs. Maar ik weet niet, ja, maar was dat clubcircuit? Luc van Akker, was dat clubcircuit? Arbeid Adelt, was dat. Ja, de newbeat en al natuurlijk ook. Hè. Zo de, ja, alles van de RNS. Allee, zo de, ja, ik herinner me, in de tijd was dat wel echt toonaangevend ook, zo, al wat dat daarop uitkwam. Ik denk dat Wiebe daar misschien meer over weet nog als DJ dan goh, allee, bij mij was het, om over mezelf te hebben, ik was eigenlijk vrij fout. Ik ging uit een Cherry Moon als ik 16 was. Dus ja, Wiebe is echt de Ronnie connectie in de subs. Dat is gewoon. Maar ja, het is te zien of dat fout. Tegenwoordig is dat classic. Hoor. Toen was dat fout, maar nu is dat gewoon classic. Yves de Ruiter en dan is gewoon classic, toch? Nee. Ja, zo de Boccaccio en al toch ook. Zo de, bedoel, allez, John, met wie dat ik de feesten gedaan heb, dat waren hier DJ's dan in de tijd, 15 jaar, 20 jaar terug. En die, allez, er werden zelf tracks gemaakt speciaal voor op het systeem van de Boccaccio, omdat dat zo het eerste systeem was dat zo wauw was. Dus iedereen was daar onder een indruk van. En daar zaten al die gasten hier met een drumcomputer en een TB. Tracks te maken, hè. Ze konden niet meer dan 5-6 sporen en dat waren dan de classics van vroeger, de Belgische classics. Dat is toch wel wijs verhaal.